Dag lieve watermannen, ik ben Hetty van Praktijk Alvira en welkom bij de jaarhoroscoop, de algemene jaarhoroscoop van watermannen 2024. Ik doe het anders dan de voorgaande jaren, daar legde ik per maand en nu leg ik een aantal kaarten. Dat wordt het algemene gedeelte en in de verlenging leg ik ze allemaal per maand met een uitleg en die kun je kopen. Die kun je aanschaffen voor 27,50. Wil je een persoonlijke jaarhoroscoop, dan kan dat, maar dan heb ik meer gegevens nodig, zoals je geboortenaam, je geboorteplaats, tijd wanneer je geboren bent. Maar dat gaat om een hele andere horoscoop, dus een video van een uur ongeveer die ik dan opneem, omdat ik dan veel meer moet uitzoeken. Maar dus voor nu leg ik kaarten voor het algemene gedeelte een aantal en een stukje over liefde, wat je kunt verwachten aankomend jaar. En in de verlenging ga ik daar dieper op in. Ik heb al kaarten geschud, zodat je niet hoeft mee te kijken met het schudden. Dat duurt soms 10 minuten en dat is zonde van de tijd. Ik heb voor jullie een bijzonder jaar, denk ik, wat aankomt. Ik kreeg 3 grote arcana's. En voor degene die niet weet wat een grote arcana is, dat is wel een grote verandering die kan plaatsvinden in je leven. De kleine arcana's geven de situaties aan, maar de grote kan levensveranderend zijn, of in ieder geval een grote verandering. Dus voor jullie watermannen, ik weet niet hoe 2023 is geweest, dat weet ik niet meer, maar voor 2024, de start is wel ergens januari, februari, dat je gaat nadenken over een groot besluit. En het besluit waar het in zit, weet ik niet precies. Het kan zijn dat je ergens de balans kwijt bent met iemand, of in je werk, of in je de plaats waar je zit. Maar er is iets uit balans, waardoor je het gevoel hebt dat je gaat nadenken of wil nadenken over een besluit wat je wil nemen. Om iets te veranderen, om die balans te vinden. En of dat nou is trainingen doen, workshops, noem het maar, verhuizen, andere baan, je relatie onder de loep nemen. Ik zie een behoorlijke drastische verandering. De gehangene geeft aan dat je tijd voor jezelf neemt om na te denken van wat ga ik doen? Je neemt even de tijd om dingen te herbezinnen. En ik zie hem echt wel in januari, februari. Daarna krijg ik de toren. Dat is een nieuwe start, een doorbraak, een verandering. Niet een valkuil, maar ik krijg een verandering te voelen. Een behoorlijke verandering. Daarnaast krijg ik de dwaas. Dus dat betekent ook dat je, als je eenmaal het besluit hebt genomen, er ook voor gaat voor het besluit. Dat je denkt, oké, weet je, als ik iets wil veranderen, moet ik dat ook gewoon doen. En dat is bijzonder voor een waterman. Want een waterman heeft begint heel veel dingen, maar heeft de neiging ze niet altijd af te maken. Die wil dit beginnen, wil dat beginnen. Hij heeft allerlei plannen, allerlei ideeën en die gaat wat starten. Maar de uitwerking, dat het eindresultaat laat op zich wachten. Maar in dit geval niet. Ik denk dat het eerste half jaar te maken heeft met nadenken. Het voelen van de verandering die eraan komt. Het besluit nemen. En dan ergens mei, juni, juli in die zomerperiode stoppen met een bepaald cyclus met een bepaalde situatie. Daarnaast krijg ik staven 3. Dus dat betekent goede vooruitzichten. Niet meer terugkijken naar het verleden. En weten dat wat je hebt gedaan. Dat je dat vanuit je hart hebt gedaan. En met de beste intenties hebt gedaan. En het besluit wat je gaat nemen. Of wat je zult nemen. Heeft goede vooruitzichten. Ik krijg ook schildknaap van pentakels. Daarbij. En schildknaap van pentakels betekent stapje voor stapje. Ga niet te snel. Je wil heel snel. Je wil de dingen snel achter je laten. Denk, nou, dit is dat wat is gebeurd. En ik laat het gaan. Ik heb daarbij ook wat uitleg gevraagd. En bij de gehangenen, dus waar je over aan nadenken bent, wat je wil gaan doen, krijg ik Eight of Pentacles. En dat staat echt wel voor een nieuwe start. Dat je hard hebt gewerkt. Dat je de afgelopen periode heel veel hebt gedaan om iets te redden. Of om je best te doen, of om je in te zetten voor iets.
Maar waarvan je denkt, ja, het levert niet het resultaat op wat ik zou willen. Het brengt me niet het juiste gevoel. Dus je zit echt veel in je hoofd de eerste maanden van het jaar. Die Eight of Pentacles geeft aan, ik heb hard gewerkt, wat kan ik nog meer doen? Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Dat is wat je je steeds afvraagt. Veel vieren vindt dat ook. En die toren, dus die drastische verandering, die doorbraak voor jezelf, een nieuwe start die je ook dus maakt, is verklaard met de Six of Pentacles. En de Pentakel 6 is dat je heel goed van bewust bent dat het niet altijd de balans is in geven en nemen, dat die gelijk is. Dat je soms meer mag nemen en dat je minder hoeft te geven, of dat je soms meer geeft. Maar die balans is nu zoek. En je zoekt dus weer naar de juiste balans. Als je het vanuit je hart doet, maakt het niet uit. Maar er is iets alsof je denkt van het gevoel heb, ik heb heel veel genomen. Ik heb heel veel gegeven. Maar er is net niet genoeg teruggekomen. Dus in het begin heb je, wat ik zeg, heel veel genomen. Toen was de balans goed. Toen voelde dat niet vervelend. Maar dat is nu compleet uit balans. En ik krijg de dwaas. Dat betekent het einde van een cyclus. Een sprong in het diepe nemen, achter je besluit staan. Elviro is een beetje zichzelf aan het vermaken, als jullie dat op de achtergrond horen. Maar die dwaas, dus het einde van die cyclus, wordt verklaard met de wereld. En dat betekent dus dat je ergens iets begonnen bent, een tijd geleden. De wereld betekent ook een einde van de cyclus. Dus je hebt iets begonnen wat je nu gaat afronden, waar je mee gaat stoppen. Elviro. Ja. En hij ligt in het midden. De kaart ligt in het midden. Dus ik heb het idee dat ongeveer juni, juli, wat ik net al zei, dat was juni, juli, dat het dan gaat spelen. Elviro, gaat het goed? Oh, nee. Oké, okay, hij wil zich er ook mee bemoeien. Mee bemoeien. Als ik dan kijk naar de situatie. Staven 3. Goede vooruitzichten. Terugkijken naar het verleden en geen spijt hebben. Weet dat je goed hebt gedaan. Wordt verklaard met zwaarde 4. Dus dat je in je hoofd zit, maar ook weet van, ja, weet je, ik heb het beste gedaan. Ik heb het beste gedaan wat ik kon. En de vooruitzichten zijn goed. En de schildknaap van de pentakels, dus dat je snel wil, stapje voor stapje, maar eigenlijk iets sneller wil, is Six of Swords. Dus je gaat echt een bepaalde situatie verlaten. Maar dat geeft je ook pijn. Want deze Six of Swords is met prikkels. Rozen, met doornen van rozen. Je laat iets achter waar je heel veel hebt ingestopt, wat niet meer tot bloei komt. Niet meer tot uiting komt. Dus over het algemeen neem je de beste keuze voor jezelf de aankomende jaren. Er staat veel te veranderen en je groeit in die verandering. Hè? Het is niet zo dat je denkt, oh jeetje, wat staat mij te verwachten? Of wat staat mij te wachten? Wat kan ik verwachten? Ga er niet van uit. Ga niet zo erin zitten. Maar weet wel dat er iets kan gaan gebeuren. En jij neemt het besluit. Hè? Jij hebt de regie. Als jij wil besluiten dingen vast te houden zoals ze nu zijn, vooral doen. Dan gaat dit helemaal niet gebeuren. Maar als je weet van, ja, er zit iets niet lekker en ik voel inderdaad dat er wat aankomt, kan dit tot gevolg hebben. Maar weet wel dat dit een goede keuze is. Als ik kijk op het gebied van liefde, krijg ik de koningin van zwaarden. Dus je gaat met het juiste gevoel, met je juiste intelligentie, met logisch verstand, een besluit nemen. Iets waar je over hebt nagedacht. En dat zie ik dus ook in het begin van het jaar. Dat je erover nadenkt, maar wel. Ja, met je, het besluit nemen met je hart, maar ook met je hoofd. Dat je er echt wel achter staat. Ik zie nu dat ik op gebied van liefde alleen maar zwaarden krijg. En zwaarden is een hoofdverhaal. Is veel in je hoofd zitten, veel nadenken. Iets wat je zorgen baart. Iets wat je moeite kost. Waar je tijd nodig hebt gehad om over na te denken. En dat zie ik dus bij de gehangenen. Maar ook bij de Four of Swords. De Six of Swords. Eight of Pentacles zit daar ook een beetje in, hè? De concrete zaken, wat te maken heeft met familie, lange termijn. Ik krijg bij de liefde dus zwaarde 8. Alsof je ineens hebt bedacht van, ik wil uit de beperking komen. Ik wil niet meer me vast voelen zitten. In welke relatie dat ook is, hè?
Maar je gaat je ergens van losmaken, iets waar je te weinig emotie uithaalt, te weinig hartstocht, te weinig enthousiasme uithaalt. Iets wat je niet hebt gezien, lijkt alsof je aankomend jaar veel meer onder ogen gaat krijgen. Dat het veel meer zichtbaar wordt, waardoor je dus ook het besluit gaat nemen. Ik krijg ook zwaar de 3. En ik denk dat velen van jullie weten dat zwaar de 3 een verhaal is over liefdesverdriet, hartheling, derde wiel aan de wagen, niet meer willen zijn. Maar ook weten van, ik heb nu even last, maar wat ik besluit gaat beter worden. Ik ga nog even kijken wat er nog meer bij kan bij deze 3. Kaarten van liefde. Wat is het eindresultaat daarin? Want het klinkt allemaal heel zwaar. Het is natuurlijk niet een makkelijk besluit. Als jij al 20, 30 jaar bij een bedrijf zit waar je je hart en liefde in hebt gelegd, je ziel, ik leg hem even op de zakelijke kant, om te laten zien dat dat het ook kan zijn. Dat doet pijn. Dat is een rauwende energie. Want je wil niet weg bij het bedrijf waar je je goed voelt, waar je 8 uur per dag bent, waar je vaker bent dan thuis. Dus daar kan een rauwende energie in zitten. Als je je huis, wat blijkbaar niet meer, blijkt niet goed te zijn, na 20 jaar moet verlaten of besluit te verhuizen. Hetzelfde verhaal. Je raakt gewend, je raakt attached, verbonden aan het huis waar je al heel lang woont. Er zit zoveel herinneringen, dat geeft pijn. Maar ook je relatie, als het gaat om een liefdesrelatie, dat zou moeten gaan beëindigen of willen gaan beëindigen, dat geeft pijn. Het eindresultaat wat ik krijg is bij Aas van Bekers. Dus het zal je vervulling geven in de best mogelijke manier. Dus de uitkomst is heel mooi, is heel zonnig, heel licht. Dus weet dat dat te wachten staat. Je hebt pijn, je gaat wat doorheen, je gaat ergens doorheen. Maar het brengt je, Aas van Bekers, vervulling, liefde, emotie, het goede gevoel op alle fronten in de keuzes die je hebt gemaakt. Dus laat je niet van weerhouden om een bepaalde keuze te maken. Weet dat het goed komt, laat ik zo zeggen. Wat hebben we er nog meer bij? Ja, Pentakels 3. Dus na de vervulling, niet na de vervulling, maar tijdens het goede gevoel, kun je ook bouwen aan iets nieuws. En dat zit er in mijn Pentakels 3. Dus je gaat iets bouwen voor jezelf, iets opbouwen. Misschien met iemand anders, misschien een andere baan. Wat ik al noemde, hang niet vast aan één ding. Maar dit zit dus wel in de lijn, in de algemene energielijn. Een besluit, drastische verandering, einde van de cyclus en een nieuw begin. Iets waar je ineens abrupt besluit te doen, waar je goed over hebt nagedacht, maar het besluit lijkt heel abrupt. Iets waar je echt wel een beetje last van gaat hebben, maar met de best mogelijke uitkomst. Dit is het voor de algemene gedeelte. In de verlenging ga ik leggen per maand. En ik kan even kijken wat januari te bieden heeft, wat januari te zeggen heeft. En dan ga ik daar in de verlenging op verder. Dus dat kun je altijd aanvragen, hè, via een berichtje. Wat hebben we in januari? Wat mag in januari Waterman verwachten? Wat is de energie van januari? King of Cups. Dus als ik kijk naar de gehangene en de toren, de doorbraak, hè, januari, februari, krijg ik King of Cups. Dus iets waar je over nadenkt, maar je gevoel nog niet toont. Dus dit is wat specifieker. Je bent echt over iets aan het nadenken wat je raakt. Wil je meer weten, dan weet je mij te vinden. Dank voor het kijken. En wellicht tot bij de verlenging.